onderbouw van het Gooi Lyceum kun je kiezen tussen 4 stromen. Gymnasium, technasium, kunst en media of het oriëntatiejaar. Droom jij van het witte doek? Ja! Zou je je eigen muziek willen maken? Ja! Of jouw tekeningen zien op een echte tentoonstelling? Ja! Dan is kunst en media iets voor jou. Acteurs, muzici, tv-presentatoren, kunstenaars en recensenten. De wereld van kunst en media staat bol van interessante beroepen. In de kunst en media klas maak je er uitgebreid kennis mee. Je ontdekt je eigen talenten en je krijgt de vrijheid om je eigen kijk op kunst te ontwikkelen. Wat vind je het allerleukste aan kunst en media? Gewoon de docenten zijn echt vet lief allemaal, stuk voor stuk. En je hebt gewoon lol met de hele klas. Nou, ik vind het allerleukste drama, want dan kun je met een groepje of alleen gewoon helemaal jezelf zijn en alles doen. In het eerste jaar heb je bijvoorbeeld het project Stop Motion, waarin je een korte animatiefilm maakt. In het tweede jaar kun je al je drama eruit gooien in het Soapproject, waarin je leert acteren, regisseren, filmen en monteren. In het derde jaar maak je je eigen nummer met een videoclip erbij. We staan altijd voor nieuwe uitdagingen in deze wereld. En die kunnen we vooral te lijf gaan met verbeeldingskracht en creativiteit. Het vraagt ons om op een andere manier en met een open blik naar de wereld te kijken. Bij kunst en media zorgen we ervoor dat je je zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Dit doen we in projecten waarin onderzoek en experiment voorop staan. Hier komen zoveel mogelijk kunstvakken aan bod. En soms kom je erachter dat de grens tussen de kunstvakken wel heel klein is. De kunstvakken zijn beeldende vorming, moderne media, drama en muziek. Ook ga je op excursie naar een museum of naar het theater en krijg je gastlessen. Bijvoorbeeld van iemand die je filmpjes leert monteren. Je theaterlessen krijgt van een acteur of een workshop van een singer-songwriter. Waarom koos je voor kunst en media? Nou, mijn broer die deed kunst en media en het klonk wel heel erg leuk. En ik ben zelf best wel een creatief persoon, dus ik dacht wel dat het goed bij me zou passen. Krijg je alle vakken los? Nee, eigenlijk niet, want soort van alle kunst en media vakken zijn met elkaar verbonden. Je hebt bij elk kunst en media vak heb je hetzelfde thema. In de 3 jaar kunst en media en de Gooi Lyceum musicals die ik heb gedaan, heb ik superveel geleerd van achter en voor de camera. En daarnaast heb ik ook door kunst en media heel erg leren vinden wie ik nou eigenlijk ben. En dat helpt onwijs in de studie die ik nu doe, namelijk het Conservatorium voor Musical en Muziektheater. Verwonderen, bedenken, creëren en presenteren. Dat is kunst en media. Zo, dat was leuk. Wil je nou meer van ons zien? Hou dan goed onze Instagram en onze website in de gaten. Ons volgende filmpje gaat over ons gymnasium.